Het Black Angus rund. Een typisch vleesras wat bekend staat om zijn smaak en zijn marmering. Een echte specialiteit van Down Under. Met dit vlees heeft de Meat Lovers een hamburger gemaakt. Deze edele burger geef ik een Zuid-Amerikaans tintje met een roasted jalapeno, de tomato en guacamole voor een extra juicy en spicy bite. Dus laten we beginnen. Daarvoor snijden we de steeltjes van de jalapeno's af. Deze gaan samen met wat knoflook, wat olijfolie en wat zout 45 minuutjes in de oven om te roosteren. ...45 minuten, 180 graden. We gaan verder met avocado. Moet natuurlijk mooi rijp zijn, mooi zacht. De avocado die snijden we alvast even in kleine stukjes. Dan kan je hem zo makkelijk doormengen. Hierbij sap van een limoentje. Wat koriander. Hier gebruiken we nu alleen de blaadjes van. Hierbij wat pijnboompitjes. En een snufje zout. En dit prakken we door met een vork. Uiteraard even proeven. Mooi. We gaan verder met de tomaat en de rode ui. En die snijden we gewoon een mooie plakken van 2 mm. Beetje zout. En een beetje witte wijnazijn. Zo krijgen die tomaat en die ui extra veel smaak. Eigenlijk net als een tomatensalsa. Die kunnen we nu wegzetten. En dan gaan we de jalapeno's doorwrijven. Kijk eens, die jalapeno's komen nu uit de oven. Ze zijn mooi geroosterd. Daardoor krijgen ze ook een mooi vol zoet karakter. En door de spitjes die we erin hebben gelaten, blijft die mooi spicy. En de knoflook is ook lekker zacht geworden. Dit gaan we zo meteen in de vijzel tot een puree maken. Zo. Kijk, een en al smaak. En dit gaan we mengen met een beetje mayonaise. Kijk. Homemade roasted jalapeno mayonaise en nu gaan we grillen. Ik heb die barbecue alvast voorverwarmd, middelhoog vuur, maar zorg ervoor dat het rooster lekker heet is. We grillen die hamburgers in ongeveer 3 minuten gaar. En wat ook een goede tip is, is om je hamburgerbroodje net voor het eind op een wat minder warm stuk van de barbecue te leggen, zodat die lekker warm is en een beetje krokant.